Vlaams Belang is begonnen aan de verkiezingsstrijd. De partij gaat op tournee door Vlaanderen. Voorzitter Gerolf Annemans rekent daarvoor op een pak nieuwe jongeren. Zij zetten hun schouders onder het project van Vlaams Belang. Voor deze partij vormen zij de V-generatie. Zo natuurlijk dat Gerolf Annemans bij zijn aantreden als voorzitter heeft beloofd om vernieuwing en verjonging te bewerkstelligen in de partij. En eigenlijk is hij zijn belofte nagekomen. Vrijdagavond was de karavaan van het Vlaams Belang te gast in Gent. De militanten konden er kennis maken met de nieuwe lichting Oost-Vlaamse jongeren. Barbara Bonte uit Sint Maartenslatem is er één van. Zij steunt de V-generatie en krijgt een verkiesbare plaats. De V-generatie staat eigenlijk voor verjonging, vernieuwing, maar ook voor Vlaamse jongeren. Het zijn eigenlijk jongeren van het Vlaams Belang die hun schouders eigenlijk vooruitsteken. Die gaan, die eigenlijk de idealen van het Vlaams Belang gaan verdedigen. Wat niet altijd gemakkelijk is, omdat wij nog altijd met het cordon sanitair worden geconfronteerd. Barbara Bonte krijgt plaats 2 op de lijst voor het Vlaams Parlement. Na lijsttrekker Barbara Pas. Bonte is meer dan ooit overtuigd van de visie van haar partij. Haar verwachtingen liggen hoog. Ik ben in de politiek gestapt voor het Vlaams Belang, omdat het Vlaams Belang eigenlijk de enige partij is die dichtst aansluit bij mijn idealen en waar ik eigenlijk voor ga. Bijvoorbeeld die Vlaamse onafhankelijkheid, die ons kan bevrijden van de PS-staat, dat vind ik enkel terug bij het Vlaams Belang en bij geen enkele andere partij. Of de vernieuwing van Annemans gelukt is, weten we na de verkiezingen.